De Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen Surfam heeft een akkoord bereikt met de particuliere laboratoria. Deze verzekerden moeten vanaf de maand juli voor elk labonderzoek betalen. Dit is inmiddels vanaf 24 september verholpen en de verzekerden kunnen weer naar het lab zonder te betalen. Volgens Mario Merhai, voorzitter van de Surfam, waren zij al maanden met de particuliere laboratoria aan het onderhandelen over een juiste prijs voor een labonderzoek. In de tussentijd waren wij niet stil blijven zitten. We zijn toen aan de slag gegaan met ziekenhuizen. En hebben toen met de ziekenhuizen afspraken gemaakt om in ieder geval daar onze verzekerden zonder bijbetaling van labdiensten te kunnen voorzien. Maar recentelijk hebben wij dus weer contact gehad met de particuliere laboratoria op hun initiatief. En zijn wij na korte onderhandeling overeengekomen dat we het tussentijdstarief, wat dus het oud tarief was plus 50%, nu brengen naar het oud tarief plus 60%. En dat voor de periode nu, tot en met in ieder geval januari 2022, of zo lang als nodig, om te komen tot een nieuw kostencalculatiemodel. Dus de bedoeling is dat we met deze wederom, dus tweede tussentijdse verhoging, rust kunnen hebben wat dit betreft voor onze verzekerden. En dat we dan met elkaar voortvarend kunnen werken aan een kostprijscalculatie, zodat we tijdig, binnen de gestelde termijn, wel met elkaar een nieuw onderbouwtarief kunnen overeenkomen. De Surfam heeft in de periodes dat haar verzekerden naar het lab zijn geweest, volledige restitutie uitgekeerd, zegt Merhai. Met het akkoord dat is bereikt, gaat alles terug naar normaal voor de Surfam-cliënten. Wat betekent het nu? Die mensen kunnen nog steeds, zoals altijd het geval was, wanneer de dokter dat nodig vindt, dat ze geprikt moeten worden of om een bepaalde onderzoek te kunnen doen, kunnen ze naar de laboratoria gaan nu, of de ziekenhuislaboratoria of de particuliere laboratoria. En ze kunnen daar een dienst afnemen zonder bijbetaling op vertoon van een verzekeringspasje. En dit geldt voor de verzekerden van alle Surfam-maatschappijen, dus Pasasco, Self-Reliance en Assuria. Inmiddels hebben de laboratoria via hun social media kanalen bekendgemaakt dat de labdiensten zonder betaling wederom hervat zijn.